Vanochtend kreeg zanger-gitarist Geert Leurink uit handen van zwembaddirecteur Gert Nijhoff het eerste exemplaar van zijn nieuwe single en videoclip. Het nummer is speciaal geschreven om het Nederlands kampioenschap Bommetje te promoten. Ja, ik ben zo trots als een pauw. Het is fantastisch om een liedje te maken wat verband houdt met water. Ik ben zelf een fervent zwemmer en nu een singeltje, Bommetje. Het geeft me enorm veel inspiratie. Ook directeur Tijhoff is trots. Hij hoopt op deze manier het NK Bommetje op de kaart te zetten. Om jongeren massaal naar het zwembad te krijgen is hij bovendien een speciale actie gestart. Nou, je moet vooral die oude strippenkaart van de OV-strippenkaart niet weggooien. Die moet je meenemen naar het zwembad. Krijg je bij ons 40% korting. Mooi hè? Tijhoff wil de komende 3 jaar het Nederlands kampioenschap Bommetje in Kampen houden. Hij hoopt op zoveel mogelijk deelnemers uit heel Nederland. Het nummer van Geert Leurink moet daaraan bijdragen. De videoclip is vanaf vandaag op YouTube te zien. Goodbye.